the wire. Hoe vaak per jaar ga jij met vakantie? Je bent ontzettend leuk. Dank je wel. En kijk jij nou in het dagelijks leven heel erg naar mijn lichaamshoudingen? Ik verveel me het mee. 21. Ja, dat is een hele warme constructie. We hebben daar wel natuurlijk ons best voor gedaan om het te laten slagen. En dat is geslaagd. Ik ben mijn beer vergeten. Nee, hè. Ik ben mijn beer vergeten. Oh, nee, hè. Ik ben mijn beer vergeten. Oh, nee. Hier is hij. Hallo, beer. Hallo, beer. Mijn dochter is gewoon thuis als een braaf kostschoolmeisje. Una costa brava. Hey, hey, hey. Correador. Amigo, om snel bij te trouwen. Wij gaan midden in een bos kamperen. Met z'n drieën in een vrije natuur. Slaapzak en een zaklamp mee. Ieder in zijn eigen tentje. We grillen vlees en brood op ons eigen vuur. En we zitten buiten tot het late uur. Geef me een euro! Geef me een euro! Zeg, doe even normaal, zeg! En het laatste wat ik erover zeggen wil, is dat het allemaal jouw schuld is! Weet je wie hier van de week was? Nee. Wil je het weten? Ja. Zal ik het zeggen? Ja. Ik ga het zeggen. Vertel het. Ja, nu vertellen. Ah, waar liggen jou? Niets! Ja, wel! Beeldige joch. Nou, het was enig. Het is een beeldige joch. Hij komt zo binnen en begint tegen te praten. Ik was perplex, perplex, perplex. Ik denk, ik moet even sms'en. Ja. Sms'en. Vergeet zo op zender te drukken. Wat zijn we maar? Bitch. Ciao, ciao. Bye, bye. Ik zwaai. Zo. Nou, ik ga afsluiten. Lekker naar huis. Je bedoelt natuurlijk het programma Joost mag het weten. Waar we op zoek gaan naar de antwoorden op jouw vraag. Heb je er wel eens over nagedacht dat vliegtuigen heel veel vuile stoffen uitstoten? Dit is basisschool De Twijn in Utrecht. En we gaan hier vandaag praten over de volgende stelling. Je mag maar één keer in de 5 jaar met het vliegtuig op vakantie om het milieu te sparen. Kom mee, dan stel ik de teams aan je voor. We staan hier op de 2e editie van het Dierenbal. Vorig jaar was het een groot succes en daarom nu verplaatst naar een grotere locatie, namelijk de Westergasfabriek. Ik ben nog steeds in bed. Maar je eet wel ecologisch. Nee. Je gaat naar de kilo halen. Ik geef het maar toe. Eigenlijk zouden de meeste mensen zeggen, dan ga je toch bij hem. Ja, maar dat durf ik niet. Nee, want hij is niet een Nee, hij heeft gezegd dat ik niet meer nee. Nee, nee. Hij, wat had hij gezegd? Hij is crimineel. Okay. Eigenlijk, ja. De energieredder. Auw, jij ook altijd met je goede ideeën. Keihard gewerkt aan verbeteringen. En we zien dus dat klanten steeds vaker voor onze goede service kiezen. Het gaat dus goed, maar we willen het nog beter doen. Ja, we dachten van, we wilden wel eens weten hoe het hier nou echt aan toe gaat. Maar het gaat goed, hè? Kunt u mij dat rooster even aangeven? Dat zijn lekkere dingen. Ja, hele lekkere dingen. Oh, dat zou ik even laten staan. Dit schijnt gemaakt te zijn van spelt. Dit zijn toch de koren, zeg maar. Dat maakt een brood toch volkoren. Als je de pitten opziet, dan is het volkoren. Hoe zit dat eigenlijk met volkoren en tarwe en dergelijke? Wat is dan beter? Hoe donkerder, hoe beter. Ja. Hoe donkerder, hoe beter. Er zitten toch veel meer koren in en veel meer gezonde dingen. Maar je zei net, witbrood is het allerbeste? Ja, maar dat komt omdat in witbrood... Daar word je minst dik van. Dus dat het minst dik. Ja. Het blijft in je lichaam zitten. Eigenlijk vreet dat alleen maar energie. Dat heb ik ook gehoord. Omdat daar lege koolhydraten in zitten. Nou.
Daar gaat hij. Proost. Kijk op broodweter.nl en kies beter met de broodweter. Help! Help! Help me dan toch! Doe iets! Iemand! Help! Help! Zijn het lijk vergeten? Zeg maar kapot, man. Wil je een patatje kopen? Wat moet je? Wil je een patatje kopen? Patatje, kroketje, kaassoufflé, beerhap. Ik heb alle vette snacks die je kan bedenken. Ga je voor de gek of zo? Nee, ik heb hier een illegaal frituurpannetje staan. Een prima dingetje. Maak de heerlijke snacks. Ja hoor. Ja. Nou. Ja, maar hier. Kijk, kom kijken. Kom kijken dan. Hier. Misschien liggen er nog kinderen te slapen. Je weet het nooit. Er wordt hier geslapen. Robbie's moeders zijn niet meer samen, maar ze komen nog vaak bij elkaar over de vloer. Dan moet je 1 euro geven. Oké, 1 euro. Dank u. Mij was wel duidelijk dat ik van zei, je moet een baby in. Ik wilde heel graag echt zelf zwanger zijn. Ja, eigenlijk had Janet al ja, meteen zoiets van, nou, we kunnen dat aan mijn broer vragen. Dat is wel het dichtstbij dat je kunt komen als twee vrouwen. Van een kind van je samen, van, ja, wat nog ook de genen heeft van degene die het niet gaat dragen. Wat een zin. De genen heeft van degene die het niet gaat dragen. Frans. Frans Bauer. Heel beroemd ook, heel beroemd. Het is dus een zanger. Fransje. Fransje. Heel beroemd. Heel, hele goede zanger. Ken je die? Bauer is Duits, maar hij is niet Duits. En Frans is Frans. Maar hij is niet Duits of Frans. Hij is gewoon Nederlands. Wie was dat? Wat is dit? IJsbeer, IJsbeer. Ik ga mijn spreekbeurt houden over IJsbeer, IJsbeer. Waarover IJsbeer? Wat zeg je IJsbeer? Ik ben heel bang, ik wil naar huis. Ons plan ligt al in puin. Gelukkig is het niet ver weg vanaf de achtertuin.